Yo gasten van DMG X Gaming, ik ben Daniel. Vandaag heb ik weer een nieuwe commentary voor jullie. En vandaag ook even snel wat vragen aan jullie, maar ik eerst even snel hetzelfde over de gameplay. Waar jullie nu naar kijken, dat is een gun game op de map Strike Zone. Die heb ik net gehaald en ik haal de ik win deze gun game natuurlijk in 2 minuten volgens mij. Echt fucking snel, maar had nog veel sneller kunnen zijn, want ik had bij 1 minuut 30 of zo al het 15e wapen en toen faalde ik zeg maar een beetje. Dus toch ging het wat slomer. Het had veel sneller kunnen zijn, 1 minuut 30 of zo, 1 minuut 40, maar het maakt niet zoveel uit. Het is gewoon een snelle gun game en vind het leuk om meer gun game te zien. Gewoon achteraf ingesproken, moet ook even achterlaten in plaats van die normale commentaar. Ik denk het niet, maar ik denk vaak gewoon even of jullie meer gun game willen zien. Misschien willen sommigen dat wel. Misschien vinden ze dat wel leuk om naar te kijken, ik weet niet. Maar ik dacht, ik vraag het gewoon even. Maar de reden waarom jullie nu gun game op de achtergrond zien, is dan eerst omdat het gewoon een hele korte gameplay is natuurlijk. Maar ik had ook een vraagje aan jullie en dat was of jullie een serie van mij willen zien, gewoon op dit kanaal natuurlijk, waar ik gewoon live ga proberen 25 kills of meer te maken in gun game. Wat fucking moeilijk is. Maar ik vraag gewoon even aan jullie of jullie dat willen zien. Of als jullie dat willen zien, laat dan even achter in de comments. En dan kan ik zien of jullie dat willen zien. En als jullie dat voor vanavond nog zeggen, dan kan ik vanavond nog de eerste episode uploaden. Dan moet ik hem eerst natuurlijk gaan maken, maar dan upload ik hem vanavond nog als jullie dat willen zien. Dus je moet even achterlaten in de comments en ook gewoon deze video liken. En dan kan ik natuurlijk ook gewoon zien of jullie dat willen of niet. Dus ga maar niet disliken, want ja, dat is gewoon niet zo fijn voor ons. En dat, ja, dat is gewoon niet fijn. En ja, laat gewoon even achter in de comments of jullie dat willen zien. Dan ga ik dat doen. En ja, verder heb ik niet daar iets nog te zeggen. Het is wel een hele korte commentaar, zoals eigenlijk vaker van mij de laatste tijd. Maar ik heb gewoon geen onderwerp om over te praten. En dan, ja, dan kan je de commentaars ook niet echt lang maken. Dat begrijpen jullie zelf ook wel, denk ik. Want als je geen onderwerp hebt, kan je wel allemaal leuke slap gaan lullen en zo. Maar het schiet je niet zo heel veel mee op. En ja, dat is ook niet zo leuk om naar te kijken, denk ik. Maar vandaag wil ik wel even deze video maken om even te vragen aan jullie of jullie dat willen zien. Dan ga ik dat doen. En ja, het gaat wel een leuke serie worden, denk ik. Kan ik ook een beetje oefenen met live commentaries. Want uiteindelijk gaat het in de toekomst natuurlijk wel vaker gebeuren, live commentaries. Want je kan niet dagelijks zulke achteraf ingesproken commentaries uploaden. Want dat wordt gewoon heel saai om te maken en ook om te luisteren. Dat begrijpen jullie zelf ook wel. Want ik denk dat jullie dit ook niet echt leuk vinden wat wij nu allemaal uploaden. Elke keer achteraf ingesproken commentaries. Maar daar gaat sowieso al veranderingen komen. Want Guus gaat natuurlijk Outlast en FIFA doen. FIFA moet nog even kijken wanneer hij dat gaat doen. Maar Outlast gaat hij sowieso doen. En dat is al geüpload als deze video online staat. En dat gaat denk ik wel een paar keer in de week komen. Ik denk 3 keer in de week of zo. Dus als je het een leuke serie vindt, kijk het zeker even. Het is echt heel leuk. En ja, dat was deze commentaar alweer, gasten. Vond je het een leuke video? Laat een reactie achter. En like deze video even. En dan zeg ik later, gasten.